Welkom terug to bij Z Today. Minder kabels, meer draadloos. Handig voor mobiele telefoons, maar bijna noodzakelijk voor pacemaker. De batterij van bijvoorbeeld een pacemaker gaat gemiddeld 5 tot 10 jaar mee. Als de batterij leeg is, moet het apparaatje met een chirurgische ingreep vervangen worden. Theoretisch, maar het plaat was net al WISP, Het is niet meer, uh, niet meer nodig. Zegt Psemek Pawelczak van de TU Delft. Hij, zijn studenten en onderzoekers van de Universiteit Washington ontwikkelen een computertje dat stroom uit de lucht kan halen. De WISP. Dat staat voor Wireless Internet Service Provider. Dit is een an antenne. Uh, antenna is bedoeld om energie uh, te krijgen uit de lucht en ook de data en de informatie naar buiten te, uh, te brengen. Antenna, microcontroller, dus de, de, de berekenmachine, doet al de, uh, 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 al de berekeningen naartoe. Uh, 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 kleine elektronica om de informatie te moduleren en de energie te opwekken naar, naar de stroom. De WISP vangt met een antenne dus radiosignalen op en zet dat om in elektriciteit. Op zich niets nieuws. Dat doet bijvoorbeeld een chip in uw bankpas of OV-chipkaart ook. Toch is er één groot verschil. Want deze chip kan zelf berekeningen maken en software draaien. Stel je voor dat jouw uh, de, de OV-chipkaart bevat veel meer informatie dan alleen dat, ben ik, dat is mijn nummer. Dus dat bevat informatie over jouw reishistorie, reisgeschiedenis, uh, dat meet de temperatuur bijvoorbeeld, je kan zeggen tegen de overchipkaart oké. Okay. En uh, op mijn werk, van mijn huis naar hier, uh, het was Regenachtig en de temperatuur was naar, naar, naar beneden gegaan. De toepassingen zijn oneindig. Je kunt het computertje bijvoorbeeld laten inmetselen om te meten hoe sterk de constructie van een gebouw is, of de chip kan onder de huid worden geplaatst om de toestand van zieke mensen te monitoren. En als de chip een bug heeft of een nieuwe update moet hebben, kan dat opgelost worden zonder chirurgische ingreep. Nemen we gewoon het lichaam naast een antenne, Wachten we een paar secundjes en de nieuwe software zit meteen op, uh, op de Wisp zelf. De onderzoekers verwachten dat de WISP binnen vijf tot tien jaar op de markt komt. Ik een act dat iemand zal de middenmarkt gaan en ik wil graag deze WISP nemen om iets met dit te doen. Nou, Vincent, ja. hoe handig is dit? Nou, ja, ik bedoel, om vijf of tien jaar, nee, ik ben hier niet, ik, ik, ik vind het echt van... Het op zich is het natuurlijk geweldig dat je gewoon, uh, met een pacemaker, dat je niet lekker naar de dokter over borst open en dat soort dingen. Ook dat, dat je gewoon een uh, klein computertje hebt die zo weinig energie nodig hebt dat je het uit de lucht haalt. Zodat je het gewoon lekker in een gebouw kunt inbakken. En kunt bestuderen of dat gebouw uh, zeg maar, of dat niet zeg maar allerlei krachten uh, heeft, waardoor het kan instorten ofzo. Dat, dat sommige plekken zijn dat gewoon hartstikke nodig. Maar we gaan eigenlijk de komende. Twee jaar krijgen we een revolutie van sensoren. We krijgen die Internet of Things. Zit deze daarbij? Nou, dit, dit gaat eigenlijk, dit zijn nog micro-dingen, die, die gaan nog veel verder weg. We, we hebben nu 5 miljard dingen aan het internet, dat gaat naar 50 miljard. En er komen nu allemaal sensoren die op twee kleine batterijtjes 5 tot 10 jaar kunnen werken. Net zoals een pacemaker. Maar die worden dan 1 euro per stuk. En dus, daar kun je natuurlijk ja. honderden, duizenden elk... Dus dat ga je niet meer opladen? Dat ga je niet meer opladen en dat, dat gooi je weg en dan krijg je gewoon een nieuwe... Onderhuids, we krijgen straks op een gegeven moment ook medicijnen, die kleine robotjes, die gaan in je bloedbaan. Dan is het wel handig dat ze energie kunnen halen uit de straling, uit de lucht, want daar wil je niet zo gauw batterijen in hebben. Maar ik vond het ambitieniveau van deze kids om over vijf tot tien jaar zo'n ding te hebben, kom op mensen, opschieten en ook heel veel nuttige toepassingen verzinnen.